De Bond Suriname Air Traffic Controllers, SATCA, heeft vandaag haar pijnpunten besproken met minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Jozef Kusiel, voorzitter van SATCA, zegt dat er donderdag een vervolggesprek komt met de leiding van het ministerie. De Bond kondigde vorige week uit ontevredenheid een actie aan. Het primaire is een herwaardering. En het grootste pijnpunt, ekelpunt, of hoe je het wil noemen, is eigenlijk dus dat we al eigenlijk al heel lang bezig zijn. Bij het aantreden van deze minister zijn we dus opnieuw begonnen. Echter kwam er dus geen reactie vanuit het ministerie. Dus na een paar keer proberen zijn we dus dan in de media getreden. Beetje vuil. Jozef Kusiel, voorzitter van de Bond Suriname Air Traffic Controllers, SATCA. Hij kan nog niet aangeven wat er met de minister is besproken, sinds de bondsleden eerst geïnformeerd moeten worden. Tot dan blijft de bond nog in beraad. Op een algemene ledenvergadering, die is uitgeschreven voor vrijdag, zal de bond een standpunt innemen aan de hand van wat er donderdag besproken wordt met de minister.